En nu is het een kwestie van demonteren. Alle bedrading los, zodat ik deze schakelaar kan vervangen, ook al heb ik die nog niet binnen. Nee, we zijn hier aan de Voorstraat, boven het magazijn. Als je het niet weet, dan weet je misschien ook niet dat je hier zit. Maar hoe lang zit je hier al? Ik zit hier nu ongeveer 3 jaar. Ja, en je doet dan voornamelijk reparaties? Ik repareer gitaren. Dat kan van alles zijn. Dat kan iets zijn met de elektronica. Soms gebeurt het dat mensen binnenkomen met een gitaar waarvan de hals is afgebroken. Dat gebeurt nog wel eens en dan moet dat weer aan elkaar gezet worden. En dan moet het weer bespeelbaar worden gemaakt. Dat doe ik en ik bouw mijn eigen gitaren. Mijn eigen merk Tornada. Uiteindelijk moet dat wel mijn hoofdbusiness gaan worden. Ik ben dat... nog aan het opbouwen. Ik heb een aantal eigen modellen ontworpen onder de naam Tornada. Dat is het merk waaronder ik mijn eigen gitaar produceer. En uiteindelijk zou het fijn zijn als ik daar op een gegeven moment zo druk mee ben dat ik helemaal geen tijd meer heb om gitaren te repareren. Dat is toch wel een beetje de wens en het doel wat ik heb met het bouwen. En daarnaast geef ik ook nog workshops voor gitaarbouw. Dat hier mensen binnenkomen, cursisten die hun eigen gitaar komen bouwen onder begeleiding van mij. En ik geef workshops in het afstellen, het fine-tunen van gitaren. Zodat mensen dat zelf kunnen en eigenlijk niet meer bij mij hoeven te komen wanneer hun gitaar niet meer lekker speelt en er iets aan gedaan moet worden. Wat maakt het dat mensen ervoor kiezen om gitaar te gaan spelen? Kan je dat uitleggen? Jeetje, dat is natuurlijk voor iedereen een hele persoonlijke vraag. Ja, maar hoe is het voor jou begonnen? Laat ik het zo zeggen dan. Hoe is dat voor jou? Ik was 14 toen ik begon met gitaar spelen. En ik hield van hard rock. En ja, dat is natuurlijk gitaarmuziek per sang. Daar kun je gewoon niet omheen, zeg maar. Dat wordt gedragen door gitaren. Dus ja, dan zie je jouw muzikale idolen en dan denk je, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook op zijn gitaar kunnen spelen en misschien ook later ook op zijn podium kunnen staan. En dat is denk ik dan de grote motivator om een eerste gitaar aan te schaffen. En heb je een gitaar voor je liggen? Hij ligt al een beetje open ook. Wat is ja, hier dat nou? Is een reparatie. Die is vanmiddag binnengebracht en de eigenaar heeft hem net gekocht. Maar die is niet tevreden over de elektronica. Niet dat de elektronica niet goed is, maar meer over de configuratie ervan. Dus die wil eigenlijk een andere configuratie. Dus er moet een andere potmeter, een andere schakelaar moet erin, zodat hij meer aan de wensen van de eigenaar voldoet. Dus dat is wat ik dan ga aanpassen aan de gitaar in dit geval. Ja, de reparaties dit, daar ben ik een half uur tot een uur mee bezig hooguit. Maar er zijn er complexere reparaties, zoals bijvoorbeeld wat ik net noemde, een gebroken hals van een gitaar. Ja, daar ben ik wel langer mee bezig, want ja, soms zijn ze echt zo door midden gebroken. Ja, dat moet je dan weer aan elkaar lijmen, maar je moet het ook verstevigen, want aan elkaar lijmen alleen is vaak niet genoeg. Dus dan moet ik aan de achterzijde sleuven gaan invrezen waar houten braces in komen te liggen om de breuk, zeg maar, weer sterk genoeg te maken, zodat die weer als gitaar gebruikt kan worden. Dus dan ben ik echt wel een aantal uren of een halve dag zoet. Ja. Hoe komen mensen dan hier binnen als ze zeggen, oh, er is iets mis mee? Balen ze daar echt van? Het moet weer gemaakt worden? Ja, soms wel. Soms zitten ze met de handen in het haar, omdat ze niet weten wat er aan de hand is. En dan aan mij de vraag om uit te zoeken wat er mis is met de gitaar. En soms weten ze heel goed wat er mis is met de gitaar, maar ja, hebben ze zelf niet de expertise of de vaardigheid om, of soms ook de durf om het te veranderen. Want een gitaar is niet heel complex op zich. Alleen er zijn nog heel veel mensen die niet de schroeven draaien of een soldeerbout in hun gitaar durven te steken. Vanuit de angst dat ze het misschien verklooien en dat ze dan het probleem eigenlijk alleen maar groter maken. Dus, en dan komen ze bij mij.